feest in Engeland ter ere van een nieuwe Trolls-serie die in augustus op Netflix komt. Yay! Hoi, ik ben Bo en superleuk dat jij kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga vandaag iets heel erg leuks doen. Wat ik ga doen, ga ik jullie zo meteen vertellen. Het heeft in ieder geval iets te maken met mijn haar en mijn gezicht. Want zoals je ziet heb ik daar nog niks aan gedaan. Dus we gaan snel beginnen. Let's get started. Ik ga beginnen met de video. Wil ik jullie eerst nog even iets heel erg anders leuks vertellen. Heel veel van jullie weten wel dat ik heel veel favoriete films heb. Maar er is echt één film die ik super leuk vind. En dat is namelijk de Trolls film. Iedereen die de film Trolls heeft gezien. We weten allemaal dat Poppy gekroond wordt en hiervoor is een heel speciaal feest georganiseerd. Namelijk een exclusief kroningsfeest in Engeland op 18 augustus. En dit kroningsfeest is ook georganiseerd ter ere van een serie van Trolls die in augustus online komt op Netflix. Het exclusieve en hele leuke kroningsfeest wordt gehouden in een echt kasteel in Engeland. Maar het allerleukste is nog... Jullie kunnen kans maken om ook aanwezig te zijn bij het Kroningsfeest. Jullie kunnen namelijk kans maken op een reis naar Engeland en om aanwezig te zijn bij het enige echte exclusieve Kroningsfeest van Trolls. Maak jezelf klaar en zet jezelf schrap, want de Trolls presenteren jou het grootste feest ooit. Poppy's Kroningsfeest in een echt kasteel in Engeland. Dit wordt het grootste, luidste, gekste feest ooit. En jij kan erbij zijn met je beste vriendjes. Laat in een filmpje of foto zien dat jij klaar bent voor het Kroningsfeest. Knutsel, knip, naai of versier, alles mag. Stuur deze voor 6 juli in via poppieskroningsfeest.nl en maak kans op een uitnodiging voor dit super vette feest. Wil jij nou kans maken op de tickets naar Engeland en aanwezig zijn bij het exclusieve Kroningsfeest waar ik dus aanwezig ben, de trollen aanwezig zijn en super veel leuke activiteiten te doen zijn in een echt kasteel in Engeland? Het is een hele feestelijke dag en daarom wil ik graag een feestelijke make-up look, wil ik mijn haar mooi hebben en wil ik een leuke outfit aan hebben. Maar dat ga ik vandaag niet zelf bepalen. Jullie hebben namelijk mijn outfit, make-up en haar mogen bepalen door middel van... Instagram polls. Ik ga dus vandaag mij klaarmaken voor het Kroningsfeest in Engeland van Trolls. En dat doe ik dus door middel van jullie hulp. Want jullie hebben dus alles mogen bepalen in mijn Instagram polls. Volg je mij nog niet op Instagram? Dit is mijn Instagram. Check het zeker weten even, zodat je de volgende keer ook mee kan stemmen. Vinden jullie het leuk? Doe dan zeker weten even een duimpje omhoog. En vergeet je onder niet te abonneren. Dan gaan we nu beginnen met mijn haar, make-up en outfit. Dus let's get started! Ik heb als eerst aan jullie gevraagd wat ik voor outfit aan moest doen. Ik gaf jullie in mijn Instagram poll twee opties. En als eerste optie gaf ik dit superleuke sterrenjumpsuitje. En deze heeft een heel leuk printje. En ik vond deze super feestelijk en heel erg leuk. Als tweede gaf ik jullie als optie dit hele leuke gestreepte jurkje. En hij is best wel basic. Maar hij is heel erg feestelijk en super cute voor een Kroningsfeest. Jullie konden stemmen op deze twee outfitjes. Ik ben heel erg benieuwd wat het geworden is. Laten we snel gaan kijken. Ik ga nu naar mijn Instagram story toe. En ik ga kijken op welk outfit jullie het meeste gestemd hebben. 38% van jullie vond dat ik de jumpsuit met sterren aan moest doen. En 62% van jullie vond dat ik het jurkje met erop de streepjes aan moest doen. Het superleuke jurkje met de streepjes erop heeft gewonnen. Laat ik het jurkje maar even snel aan gaan doen. Let's go! Ik ben weer terug en ik heb het superleuke jurkje aan met daarop het streepjespatroontje. Ik vind hem heel erg mooi. Ik ga nu snel beginnen met de make-up. En hier konden jullie ook uit kiezen via de polls op mijn Instagram story. Ik ga vandaag een best wel heftige make-up look doen. Ik ga namelijk een make-up look doen die ik eigenlijk niet heel vaak draag. Ik draag het alleen wanneer ik naar feestjes ga, een fotoshoot heb of een meet and greet heb. Omdat ik het dan wel mooi vind als ik wat make-up op heb. Maar jullie kunnen dus vandaag kiezen uit twee producten. Dus ik ben bijvoorbeeld bij mijn mascara aangekomen. Dan vraag ik jullie welke mascara moet ik opdoen. Moet ik deze mascara opdoen? Of moet ik deze mascara opdoen? En daar kunnen jullie dan uit kiezen via mijn Instagram story. Ik heb jullie vanochtend al laten kiezen. Dus de uitslagen zijn al bekend. Laten we snel gaan beginnen met de make-up. Ik heb even dit haarbandje opgedaan, want dit vind ik wat makkelijker met het opdoen van mijn make-up. Ik ga zo meteen als eerst beginnen met mijn foundation. En hier heb ik jullie niet uit laten kiezen.
Omdat ik eigenlijk altijd dezelfde foundation gebruik. En deze gewoon goed is qua kleur. Dus ik gebruik gewoon mooi even mijn eigen foundation. Maar straks bij het tweede product, de concealer, kunnen jullie wel kiezen. 1 tot 2 pompjes op mijn hand, niet zo heel erg veel. Dan pak ik mijn Real Techniques kwast erbij. Doe ik een klein pikkeltje dat ik een beetje aan mijn kwast heb. En dat ga ik een beetje verdelen. Ik verdeel meestal eerst de foundation een beetje over mijn gezicht heen. Zodat ik een beetje kan inschatten of ik genoeg heb. Ik heb nu genoeg, dus het is tijd om uit te blenden. Ik blend altijd uit met een kwast, omdat ik dit fijner vind. Sommige mensen vinden dit totaal niet fijn. En werken liever met een beauty blender. Maar daar ben ik zelf niet zo goed in. Dus ik doe meestal gewoon met een kwast. Dus ik ga het nu even uitblenden. Ik heb mijn foundation nu uitgeblend. En het kan zijn dat je nog wat rare puntjes ziet op mijn gezicht. Of nog wat oneffenheden. En daarvoor ga ik nu mijn concealer gebruiken. Jullie konden kiezen uit twee verschillende soorten concealers. Namelijk eentje van Catrice. En deze is wat meer basic merk. En eentje van Maybelline. En dit is persoonlijk mijn favoriet. Dus ik hoop eigenlijk dat jullie deze hebben gekozen. Maar met deze kan ik ook prima overweg. We gaan snel kijken wat de uitslag is. En welke concealer ik mag gebruiken. Oké, de uitslag is wel heel erg duidelijk. 72% van jullie heeft gestemd op de concealer van Maybelline. En 28% heeft gestemd op de concealer van Catrice. Wat dus betekent dat ik de concealer van Maybelline mag gebruiken. Yes! Ik heb de concealer aangebracht op de plekjes waar ik nog wat concealer wil hebben. Dat is hier, hier, hier en onder mijn ogen. Dus dat ga ik even uitblenden met de kwast. Dan is het nu tijd voor mijn wenkbrauwen. En dan moet ik eerlijk zeggen, ik teken mijn wenkbrauw eigenlijk nooit meer. Omdat ik ze altijd laat verven. Dus dan zijn ze al wel redelijk donker. Ik heb wel een potloodje waarmee ik ze eventueel kan tekenen. Maar ik vind het zelf een beetje te donker, dus dat doe ik helaas niet. Ik gebruik daarom alleen een basic gel. En het is gewoon een 24-hour brow setter van Benefit. En deze zorgt ervoor dat mijn haartjes op de mooie plek zitten en het er gewoon mooi uitziet. De wenkbrauwgel zit erop. Dan gaan we nu door naar de oogschaduwpaletjes. Jullie konden als eerste kiezen uit een paletje van Makeup Studio. En hier zitten 4 hele leuke shiny kleurtjes in. Deze vond ik zelf heel erg mooi. En ten tweede konden jullie kiezen uit een Sleek oogschaduwpaletje. En hier zitten meerdere kleurtjes in. En deze zijn ook heel erg leuk en glammy. En vooral echt geschikt voor parties. Ik vond ze allebei heel erg leuk. Maar welke jullie het leukste vonden, gaan we nu bekijken op mijn Instagram story bij de Insta-poll. 33% van jullie heeft gestemd voor het paletje van Makeup Studio. En 67% van jullie heeft gestemd voor het eyeshadow paletje van Sleek. Het eyeshadow paletje van Sleek heeft dus gewonnen. Ik ga het eerst beginnen met mijn ooglid. En hier ga ik een wat lichter kleurtje aanbrengen. Dus dan ga ik denk ik deze aanbrengen. Voor de rest ga ik nog wat donkere kleurtjes zoals deze doen. Maar ik wil niet echt een hele heftige ooglook. Dus ik ga gewoon lekker natural houden. Ik ga nu in mijn arcadeboog een wat donkere kleurtje aanbrengen. En daar kies ik voor deze matte. En dat is een wat bruiner kleurtje, omdat ik dat heel erg leuk vind. Dus die ga ik nu aanbrengen in mijn arcadeboog. Mijn ooglook is nu klaar. En het is niet helemaal perfect geworden, maar het is wel heel erg leuk en glamorous. Dus hij is zeker weten geslaagd. Dan ga ik nu bezig met mijn mascara. En jullie konden kiezen uit 2 verschillende soorten mascara's. Namelijk de Maybelline mascara en de Benefit mascara. Persoonlijk is deze mijn favoriet. Dus ik hoop heel erg dat jullie deze gekozen hebben. Want deze gebruik ik ook het meeste. Maar deze is ook prima. Dus ik ben heel erg benieuwd. Jullie vonden het blijkbaar ook een moeilijke keuze. Want het ligt super dicht bij elkaar. 48% van jullie koos namelijk voor de Maybelline mascara. En 52% van jullie koos voor de Benefit mascara. De Benefit mascara heeft dus gewonnen. Ik heb de mascara nu aangebracht en is het nu tijd om te gaan contouren. En dit gaat eigenlijk een beetje hetzelfde als voor de oogschaduw. Ik contour meestal wel, maar ik kan dit niet heel goed en ik doe het waarschijnlijk ook niet volgens de regels. Maar zolang het er uiteindelijk een beetje leuk uitziet, vind ik het helemaal prima. Dus ik ga nu contouren met 2 verschillende soorten paletten, want jullie mochten weer kiezen. Jullie mochten kiezen tussen 2 verschillende contourpaletten. Als eerste het contourpalet van Bijou. En als tweede het contourpalet van LA Colors.
Ik ga kijken welke jullie gekozen hebben. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, dit is super bijzonder. Namelijk 50% van jullie heeft gestemd voor het contourpalet van Bijou. En 50% van jullie heeft gestemd voor het contourpalet van LA Colors. Oh my god. Gelukkig kan ik zien hoeveel stemmen er per kant zijn binnengekomen. Dus daar gaan we even naar kijken. Er zijn 3558 stemmen binnengekomen voor het Bijou palet. En 3477 voor het LA Colors palet. Wat betekent dat ondanks dat ze allebei 50% hebben, het Bijou palet alsnog meer stemmen heeft gekregen. Dus deze heeft gewonnen. Ik heb de contour aangebracht en hij is best wel donker, dus ik hoop dat het een beetje goed is. Ik ga nu verder met de highlighter. Jullie konden kiezen uit twee verschillende soorten highlighters. Als eerste konden jullie de highlighter kiezen van I Heart Makeup. En als tweede de highlighter van Sleek. Ik ben heel erg benieuwd welke jullie gekozen hebben. Het zijn beide favorieten van mij, want ik vind ze allebei heel erg leuk. Dus we gaan snel kijken. 46% van jullie heeft gekozen voor de I Heart Makeup highlighter. En 54% van jullie heeft gekozen voor de highlighter van Sleek. Wat betekent dat de Sleek highlighter gewonnen heeft. De Sleek highlighter heeft heel veel mooie kleurtjes, maar ik kies vandaag voor deze en ik ga die aanbrengen met dit kwastje. Dus ik ga hem even aanbrengen en dat doe ik hierboven. Ik heb de highlighter aangebracht en ik heb besloten om voor een hydraterende lipverzorging te gaan. Dus ik ga voor de Maybelline Baby Lips en hier krijg je hele lekkere zachte lippen van. Maar het leukste van deze variant is dat hij rood is en dus ook een heel leuk kleurtje afgeeft. Dan is mijn gehele make-up look klaar en het enige wat we nu nog hoeven te doen is mijn haar. Jullie konden op mijn Instagram story bepalen of ik mijn haar zou stylen of dat ik mijn haar zou krullen. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie gekozen hebben, dus we gaan snel naar mijn Instagram story. 37% van jullie heeft gezegd dat ik mijn haar moet stylen. En 63% van jullie heeft gezegd dat ik mijn haar moet krullen. Dus het lijkt me tijd dat ik mijn haar ga krullen. Ik ben dus helemaal klaar om naar het Trolls Kroningsfeest te gaan in Engeland in een echt kasteel. Hoe cool! Ik ben dus helemaal klaar voor het Kroningsfeest van Trolls in Engeland. En het is gewoon in een echt kasteel. Het Kroningsfeest is dus voornamelijk ter ere van de nieuwe serie van Trolls die in augustus op Netflix komt. Ik heb zoveel zin in dat deze serie uitkomt en dat ik het gewoon kan kijken. Maar het allerleukste is dus, wil jij 18 augustus ook aanwezig zijn op het exclusieve Kroningsfeest in Engeland? En wil je alle leuke activiteiten bijwonen, mij ontmoeten en alle leuke trollen ontmoeten? Ga dan nu naar de link in de beschrijving en vul daar jouw gegevens in. En laat door middel van een foto of video zien dat jij helemaal klaar bent voor het Kroningsfeest. Doe dit op een zo creatief mogelijke manier. En wie weet zie ik jou nog straks wel in Engeland. Ik hoop natuurlijk dat jullie allemaal mee gaan doen aan de redactie. En wie weet ontmoet ik jou straks wel bij Trolls Kroningsfeest in Engeland. Dan was dit weer de video en vond je hem wel leuk? Doe dan zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet hieronder ook niet te abonneren. En tot de volgende keer. En misschien zie ik jou dus wel in Engeland. Doei doei!